Oh, het is werkelijk Assepoesters glazen muiltje. Oh, dit is echt een gek zeg. Zoveel. Oh, moet je zien. Dit is de emmer waar Jack en Jill water mee gingen halen op de heuvel. Oh, en de gouden eieren daar van de gans. Oeh, en Jan en de... Dit is zo opwindend. Ja, niet te geloven dat ik werkelijk ga lunchen hier in het grote voorleesboek. Waar alle beroemde sprookjesfiguren komen eten. Ah. Oh, liefje, mijn schoen. Oh, wacht eens even. Is dat daar echt? Assepoester en haar prins? Ja? Oh, wie daar in dat huisje zit, dat is vrouw Holle. Zo, misschien zie ik nog wel iemand die ik herken. Oh, Wolfje, haal onmiddellijk die geit uit de keuken. Hallo, meneer. Welkom in het grote voorleesboek. Oh, jij? Ja, die open uit Charlie's restaurant. Oh, meneer, leuk om u weer te zien. Wat doe jij nou toch hier? Ik werk hier nu. Oh, nee. Oh, ja, mag ik even gaan zitten? Dank u. Weet u, ik heb echt een glanzende carrière gemaakt in de horeca-industrie. Ik ben echt geen gewone ober meer. Ik ben nu een kelner die op gelijke voet omgaat met bekende sprookjesfiguren. Oh, kijk eens aan, door een roosje. Hoe gaat het, meid? Je ziet er goed uit. Oh, wat verschrikkelijk. Als ik in Charlie's restaurant ben, verpest jij mijn bestelling en ik krijg nooit een hap. Oh, maar meneer, hier in het grote voorleesboek draait alles op de klant, hoor. Ons motto is... Wij koken hier gezond, dus u leeft nog lang en gelukkig. Een beetje ingewikkeld voor een motto, maar echt wel pakkend. Ja, is het wel een beetje lekker? Een beetje lekker, zegt u? Meneer, wij serveren alleen het beste van het beste. Hier, ik geef u even een minuutje. Waar heb ik het? Alsjeblieft. Huh? Lees het, maar grondig door. Eens kijken. Roodkapjes, krentenbrood, hans en gietjes, pruim met jam, prima, stadsmuzikanten, room. Maar wacht eens even. Dat is allemaal voor ontbijt. Ja, meneer. Maar waarom staat er alleen ontbijt op dit menu? Omdat het een ontbijtmenu is. Ontbijtmenu? Mm. Maar waarom laat je me dat zien? Ik wil niet ontbijten. Oh, u wilt niet ontbijten? Oh. Nee. Oh, maar meneer, u moet wel ontbijt hebben. Weet u niet dat het ontbijt het belangrijkste maal van de dag is? Maar... Nee, geen gemaar, hoor. Ik laat u even iets zien. Kijk. Huh? Wat? Kijk daar maar eens. Een klein filmpje, let maar goed op. Sorry, Sneeuwwitje, haal die dwergens weg. We kijken naar een film. Je wordt wakker in de ochtend. De lucht is helder blauw. Het wordt tijd dat je je bed uitkomt, dus doe dat nou maar gauw. Oh ja, je kamt je haar, je poetst je tanden, dat kost er een even tijd. Maar je kunt toch niet gaan spelen, eerst ontbijt, ja! Ontbijt. Het is een heel belangrijk maal van de dag. Het is een heel belangrijk maal van de dag. Maar ontbijt, dat vindt op punten. Het is een heel belangrijk maal van de dag. Susanna liet het ontbijt staan en ging toen zo naar school. Ze dacht dat ze het niet nodig had, maar dat was apenkool. Ze kon niet meer rechtop staan. Geen ontbijt, dat kan nooit goed gaan. Het is een heel belangrijk maal van de dag. 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 Het is een heel belangrijk maal van de dag. Ja. Vissen, maar ontbijt kunnen jullie niet missen. Het is een heel belangrijk maal van de dag. En wat eten we dan? Nou, hoor maar. Een stukje fruit. Of suderange, dat sinaasappelsap. Wat muesli. Of een muffin, of een broodje. Of een pak. Je drinkt een glaasje melk en dan vertrek je met een lach. Ja, een heel belangrijk maal van de dag. Van de dag. Discipline, maar je krijgt je vitamine. Het is een heel belangrijk maal van de dag.
ochtends botten, al is die nog zo klein. Ook een dier eet graag een goed ontbijt om fit en sterk te zijn. Geldt ook voor paard en tijger, anders raken ze van slag. Het is een heel belangrijk maal van de dag. Van de dag, van de dag. Nou, het is een mooie film, maar ik... Oh, waar is die opera nou? Ja, luister nou eens goed. Ik serveer de havermoutpap heet en ik serveer de havermoutpap koud, begrepen? Maar beslist niet wanneer die havermoutpap 6 weken oud is. Gooi dat maar weg. Open! Ja, ik kom al. Zo, meneer. En wat vond u van de film? Vond u niet mooi? Ja, dat is heel leuk, maar... Nou, dan weet u nou dat het heel belangrijk is om goed te ontbijten. En daarom heb ik de vrijheid genomen u een ontbijt te brengen... waarvan u helemaal uit uw dak gaat. Wat is dit? Alsjeblieft uw pap, meneer. Pap? Warme havermoutpap. Ja, maar ik wil geen havermout. Ik lust geen havermout. Meneer, u beledigt de andere gasten. Meneer, u kunt niet zeggen dat u iets niet lust tot u het geprobeerd hebt. Het is verrukkelijk. Misschien als u de pap proeft, vindt u het lekker. Dat komt heus wel vaker voor. Of weet u wat, hier is een film. Ja, maar ik wil het ook. Even kijken. Nee. Even kijken. Toen ik klein was, at ik echt geen havermout, oh nee. Niet bij het ontbijt en niet voor lunch of het diner. Op een dag zei papa, steek 1 hapje in je mond. Je mond! Havermout smaakt heerlijk en het is ook nog gezond. Ik zei vooruit, pa, misschien wordt het tijd. En nou ben ik een havermoutmeid. Ik zei vooruit, pa, misschien wordt het tijd. En nou ben ik een havermoutmeid. Eerst probeerde ik het koud met jam. Dat was een sof. Een sof. Toen had ik het warm en zoet met suiker, dat was tof. Deed er ook wat krenten bij, waar altijd al van hou. Altijd van hou. Nu eet ik voor mijn ontbijt alleen maar havermout. Ben blij, ik zei vooruit, pa, misschien wordt het tijd. Want nou ben ik een havermoutmeid. Ik zei vooruit, pa, misschien wordt het tijd. Want nou ben ik een havermoutmeid. Ja, ja, ze is een havermoutmeid. Havermout. Ja, ze is een havermoutmeid. Havermout. Ja, ja, ze is een havermoutmeid. Havermout. Ja, ze is een havermoutmeid. Havermout. Ja, ja, ze is een havermoutmeid. Havermout. Ja, ze is een havermoutmeid. Je pakt een mooie bosbes en je stopt hem in een emmer. Plukken met z'n allen voor dag en dauw. Neem gerust een handjevol, die emmer kan wel wachten. Stop ze in je mond, dan wordt die prachtig blauw. Je hebt een bosbessenmond. Een mooie bosbessenmond. Een lekkere bosbessenmond. Niks is zo sappig en zoet. Pluk een mooie bosbes en bewaar hem in een bakje. Pluk hem in de zonneschijn, de lucht is blauw.
pluk de allerdikste. Nou, dat bakje, dat vergeet je. Plukken, kauwen, slikken. En wat heb je nou? Je hebt een bosbessenmond. Een grote bosbessenmond. Zo'n lekkere bosbessenmond. Niks is zo sappig en zoet. Pluk een mooie bosbes voor je emmer of je bakje. Zijn er vast wel meer nog dan je had verwacht. Stop ze lekker in je mond, dan smikkel en dan smak je. Pak ze één voor één, ze zijn nog sappiger dan je dacht. Bosbessenmond. Een mooie bosbessenmond. Een heerlijke bosbessenmond. Niks is zo sappig en zoet. Bosbessenmond. Daar ben ik. Nou, even kijken of ik het goed onthouden heb. Dit kleine varkentje had rosbief. Ja, toch? En dit kleine varkentje had niet. Nou, mooi. Eet smakelijk. Oh, ome. Ja, meneer. Ja, haalt u deze pap alsjeblieft weg. Maar u hebt het niet eens aangeraakt. Heb u geen honger? Oh ja, ik heb erg honger, maar ik hoef geen ontbijt, want ik heb al ontbeten. Vanochtend vroeg. Het is nu lunchtijd en ik wil mijn lunch. Oh, waarom heb u dat niet meteen gezegd? Ik geef u het lunchmenu. Nee, ga nou niet weg. Ik weet zo al wat ik wil. Ik wil een groot stuk pepperoni pizza met extra kaas. Nee. Waarom niet? Ja, kijk, vroeger bestelde u pepperoni pizza voor lunch dag in dag uit in Charlie's restaurant. Ja, en? En worden we niet een beetje mollig? Met wat rolletjes? Meneer, denkt u niet dat het tijd wordt voor iets nieuws? Iets gezonds misschien? Wat dan? Dat maak ik wel uit. Ik breng u een verrukkelijk gezond maal. Niks ervan. Oh, nee. Ik wil weten wat u van plan bent voor u het opdient. Ik ga u brengen de pasta van de dag. De chef noemt het pasta verrassing. Pasta verrassing? Mm-hmm. Of wat is dat voor een soort pasta? Dat weet ik niet hoor. Het is een verrassing. Oh, maar. Je doet een zak met meel in een machine. Met water en een ei of twee, zoals de kok het zegt. Je draait het uit of rolt het om te snijden of te vouwen. En ben je klaar, wat heb je dan? Een Italiaans gerecht. Zoals spaghetti, orecchietti, pontaletti en linguini. Wat capelli of anelli, vermicelli, farfalini. Rigatoni, macaroni, cannelloni en stellini. Pappardelle en rotelle, tagliatelle, fettuccini. Lasagna, tortellini. Je kookt de pasta in een pan met water. Tomatensaus met vlees erin, dat is ook lang niet slecht. Met groenten die je snijdt en hakt en kookt en dan maar proeven. De saus gaat op de pasta, dat is een heel gezond gerecht. Je hebt spaghetti, orecchietti, pontaletti en linguini. Met lange armen gaat het wel, met korte wordt het niet. Di capelli, affanelli, vermicelli, farfalini. En als je aan het slurpen gaat, dan word je aardig vies. Rigatoni, macaroni, cannelloni en stellini. Ja, wie zou er nu niet smullen van zo'n Italiaans gerecht? Pappardelle en rotelle, tagliatelle, fettuccini. Je leert vanzelf de taal nog als je al die woorden zegt.
Rigatoni, macaroni, pappardelle, tagliatelle, pontaletti, oricetti, vermicelli, capelli, blomkål, morgen, ravioli, no! Pasta, pasta, is erg goed voor jou! Hey! Oh, wat blijft in vredes naar mijn pepperoni-pizza? Ik rammel! Oh, oh, ik kom wel, meneer. Ik kom er dus werkelijk genieten van. Assepoes! Assepoes, alsjeblieft, laat niet altijd je muilen over de grond slingeren. Dat zal je stiefmoeder je toch ook wel geleerd hebben? Sorry, hoor. Daar gaat-ie. Oh, ja. U gaat smullen van een heerlijke, gezonde lunch. Pasta, verrassing, voilà. Wat is dat? De pasta verrassing, meneer. Dat is een hoed met een veer erop. Verrassing? Oh, maar dit is geen pasta. Oh, jawel. Oh, ja, ja. En wat voor soort pasta is het dan? Macaroni. Macaroni? Hoor eens even, u bent in het grote voorleesboek. En het verhaaltje gaat dus zo, hè. Jantje Doedel ging naar Londen rijdend op een pony. Stak een veertje in zijn hoed en noemde het macaroni. En dit is jouw idee van een gezonde lunch? Nou, het is in elk geval vezelrijk. Hè? Een hofbon snijboos, een brood en verse groenten. Een stukje kaas, niet zoet en ook niet zout. Die lagen samen in een grote koelkast. En hadden het zo koud. Maar op een ochtend kwam TV-monster binnen. Keek in de koelkast en bedacht een stunt. Als hij dat alles nu eens bij elkaar deed. Was het een gezonde lunch. Gezonde lunch, gezonde lunch. Ja, tezamen zijn wij een gezonde lunch. Dus nam het monster een stukje van de snijbos. Een plakje kaas, wat sla, wat brood en zij toen blij. Ik maak mezelf een sandwich. Ja, dat is wat hij zei. Dit was het liedje van een stukje snijbos. Het brood, de sla, de kaas en ook de stunt. Van TV-monster die hen bij elkaar bracht. Zo werden zij zijn lunch. Ja, TV's lunch. Ja, TV's lunch, ze werden samen een heel gezonde lunch! Oh, doe de groente. Oh, doe de groente. Wortels. Paddenstoelen. Zucchini. Erwten. Aardappels. Snijbonen. Mais. Broccoli. Uien. Oh, doe de groente. Oh, zeg, tafel 3 hoeft toch vast niet meer afgeruimd te worden. Het bord is er weer vandoor met de lepel. Oh, kijk eens wat een lekker eten heb ik hier, meneer. Wat is mooi, dat alweer? Oh, dit is een grote, gezonde, lekkere salade. Die heb ik niet besteld. Oh, meneer, die hoed was geen succes. Dus waarom probeert u niet dit? Oké, kijk, alle groenten uit de keuken heb ik gebruikt. Wortels en sla en broccoli en tomaten. Het was zulk leuk werk. Wat ik wil is een pepperoni pizza. Ja, dat weet ik, maar dit is gezond en erg lekker. Weet u wat, ik zal u voeren. Eerst een vark, waar is hij? Zo, vooruit, mondje open. Mondje open, blauw mannetje, mondje open. Daar komt een trein aan en die wil de tunnel in. Vooruit, de auto wil in de garage. Oh, meneer. Ik heb nog andere klanten. Ik heb niet alle tijd, hoor. Nou, hoe krijg ik wel het eten? Door een pepperoni pizza te brengen. Begrijp dat toch, wat ik wil? Een pepperoni pizza! Ja, dat deed ik dus heel goed, meneer. Ja, maar misschien als u nou eerst eens een lekkere
gezonde salade. Probeert, vergeet u eindelijk eens die stomme, ellendige pepperoni pizza. En eet. Zo, eten. Hé, hey, dat is lekker. Wat zei ik nou? Wat heb ik u nou gezegd? Dat is echt heel lekker. Ik zeg het niet, Kaag, maar je hebt gelijk. Ik moet werkelijk eens wat gezonde dingen proberen. Eindelijk, kijk, het gaat om een verantwoord dieet. Wilt u er een filmpje over zien? Nou, hoeft niet echt. Ja, kijk. Jou! Oh! Cookie Monster wil snoepen, doe ik het niet, dan hoor ik roepen. Kijk, hij wordt als een vets ontrouw. Dus niet! Wat moet Cookie nou met fruit, spinazie of spruit? Nou, hij durft die Cookie, ja, wauw! Dan zeg ik, je hebt het mis. Net niet dat ik me vergis, want alleen maar cookies is fout. Als je meedoet in de race, eet je groente en vlees. Alleen zo word je gezond en oud. Yo! Fruit en ei, dat hoort erbij. Dat gaat in de mond. Want ik eet heel gezond. Oh, lekker! Kabeljauw! Ja, heerlijk! Gekookte vrouw! Musli per gram of pond. Want dat is heel gezond. Ik beloof je dat als je van alles wat eet, dan komt elke maaltijd je goed. Een verantwoord dieet, dan heb je beet, vitamine in overvloed. Knauw een worteltje fijn, neem een mandarijn, snij een kool met een ijzeren schaaf. Witte bonen met ham, dat gaat van jam-jam. Goed eten, dat is echt gaaf. Meiden, fruit en ei, oh ja, dat hoort erbij. Dat gaat in de mond, want ik eet heel gezond. Oh, lekker, kabeljauw. Ja, heerlijk, gekookte vrouw. Musli per gram of pond, want dat is heel gezond. Gebraden duiven met Griekse druiven en zwaardvis, zalm en tonijn. En appels en kersen en allerlei bessen en tomatensalade met azijn. Sinaasappels in kratten, gefrituurde patatten, spinazie en rode radijs. Melk en honing en kaas, achterbout van de haas, abrikozen met room of met ijs. Gaat u? Fruit en ei, oh ja, dat hoort erbij. Dat gaat in de mond, want ik eet heel gezond. Oh, lekker, kabeljauw. Ja, heren, gekookte vrouw. Musli per gram of pond, want dat is heel gezond. Oh ja, dat hoort erbij. Dat gaat in de mond. Want ik eet heel gezond. Oh, lekker. Kabeljauw, ja, heerlijk. Gekookte vrouw. Musli per gram of pond. Want dat is heel gezond. Zet hem op. Muis van kaas, dat is niet waar. Zijn niet allemaal konijnen die wortels bikken? Dit eten is verrukkelijk, probeer het maar. Melk is yummy, zelfs al ben je echt geen katje. Het is niet alleen een paard dat lekkere appels kent. Hey, luister goed naar mij, want ik vertel je nu dat je misschien wel veel meer dingen lust dan jij altijd denkt. Nu denk aan blauwe vogels, vinden druiven fijn. Wow, nee. En om zo'n banaan te eten hoef je ook geen aap te zijn. Olienoten pellen kun je zonder slurf, oh ja. En wie dat niet gelooft, die is een rare smurf. Je kunt lijken op een walrus, die is of is zo happig. En mais is voor een varken en voor jou niet verkeerd. Er zijn zoveel lekkere dingen, wauw, gezond en knapperig. Wat denk je, wordt het tijd dat je iets nieuws probeert? Wat denk je, wordt het tijd dat je iets nieuws probeert? Yeah! Woo! Ha!
nou weet ik het. Voortaan eet ik allemaal nieuwe dingen. Gezonde dingen. En ik begin meteen. Waar is mijn sla nou? Jij hebt hem opgegeten. Nou, ik... Ben ik er eindelijk klaar voor om iets gezonds te eten? Eet jij het op? Oh, maar ik kon het niet laten. Het was zo verrukkelijk. Nou, breng dan even iets anders. Dat kan niet, meneer. Het spijt me. Waarom niet? Omdat dit het allerlaatste was. Er is echt niks meer over in de keuken. Alles is op. Alles op? Ja, meneer. Veel publiek vandaag. De rattenvanger van Hamelen met al die kids. U had uw eten gewoon wat eerder moeten bestellen. Dan hadden we dit probleem niet. Eerder? Maar ik probeer. Meneer. Betekent dit dat ik geen fooi krijg? Midden in de week, maar zondag sneeuw. Oh, kortjakje, welkom. Hier is een uitstekend plekje. Kijk eens aan, ga maar zitten. Het spijt me heel erg, maar er is geen eten meer. Oh, maar ik kan wel iets laten halen. Oh ja? Ik weet het. We kunnen een heerlijke pepperoni pizza bestellen. Oh, ja. Ja, het is wel geen verantwoord eten, maar soms dan moeten we ons te buiten kunnen gaan. Ja, tuurlijk. Waar is de telefoon? Oh, mijn mobieltje ligt in de auto. Oh, nou, u. Prima. Pizza! 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 Verrukkelijke pepperoni pizza. Ja, met extra kaas nog wel, hoor. Ja.